Dus, nou, meneer Boudet steekt zijn duim omhoog, dus die heb ik al binnen. Okay. Laten we daar maar eens naar kijken. Dank u wel. Goedenacht, mevrouw de voorzitter. Tot morgen vroeg weer, hè? Ja, morgen zien we elkaar. Nou, misschien, want de tweede termijn ziet u mij niet, mevrouw de voorzitter. Nee. Mevrouw de voorzitter. Ja, ik hoor het. Maar ik zit midden in die begrotingsbanden. Ik kan niet meer meedoen en dat soort zinloze debatten. Ik doe het niet. Dus nee, ik het niet. Dat mag u niet zeggen. Nee, nee, maar ik bedoel nu voor mij, voor mijn partij. Want wij hebben hier verder niks meer te winnen. Ja, dat komt meneer Boudet. Nee, had ik niet meer niks gezegd. De heer Boudet. Van alle mensen in dit huis had ik toch van u niet verwacht dat u ons werk hier zinloos zou. Nee, maar nu, ik heb het erover voor mijn partij, zei ik erachteraan. Want wij hebben er niks aan te winnen, want we willen niet doorgaan. En dat brengt een tweede termijn geen verschil. Dus ik ga daar verder ook mijn tijd niet aan voldoen. Nee. Want ik zit midden in een begrotingsbehandeling. Ik heb hier de hele dag met de voorzitter zitten en morgen ook al de hele dag. Ook, en ik heb andere zaken, dus ik ga niet mijn tijd... Ik heb niks meer in te brengen in de tweede termijn. Ik zal netjes blijven zitten als ik u daar een plezier mee doe. Nou, nee, ik wil ik meer zeggen, weet dat u me graag ziet, maar dat zal ik dan blijven doen. Maar ik ga verder niks meer inbrengen. Nee, goed. Ja. Nou. Mag de heer Gauss gaan? Nee, nee, nee. Ik ja, blijf mag. Zitten. Maar het is goed. Ik zei net tegen de voorzitter, ik kom niet terug hier in tweede. Het is oké. Okay. Ja. Nou, u ziet wel dat u gemist wordt als u weggaat. En maar, dat is wat de heer Boudet probeert te zeggen, denk ik. Maar u ziet dat iedereen denkt vanuit zijn eigen referentiekader. Want u ziet meneer Lassine als een Bambi. En ik zie hem altijd als de grote boze wolf. Dus ik heb hem altijd... Ja. Dank u wel, meneer Gauss. Dit was de eerste termijn van de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering voor 10 minuten. En dan gaan we verder.